Van harte welkom op het kanaal van Miraije Online. Wat leuk dat je komt kijken naar jouw weekvideo. En ja, ik ben er eventjes tussenuit geweest. Dat had met een operatie aan mijn elleboog te maken. Alles is goed gegaan. En echt iedereen zo ontzettend bedankt voor al die lieve berichten die ik van jullie gekregen heb. SMS'jes, WhatsApp'jes, kaartjes, bloemen, echt van alles. Dat heeft me heel goed gedaan. En ook al jullie lieve reacties en geduld en begrip uiteraard. Maar ja, dat is onmacht. En ja, dat laat ik dan op dat moment ook even gaan. Knal ik gelijk het volgende nieuws erin. De 29e heb ik nog een operatie aan deze hand. Dus dan zal ik er ook weer even uit liggen. Maar goed, als dat net zo snel geneest als mijn elleboog, dan moet dat gewoon goed komen. En dan hoop ik er ook echt van af te zijn voorlopig. Het is wat het is. Dus we geven ons daar gewoon aan over. Ik ga me ook niet verzetten. Ik vind het natuurlijk heel vervelend dat ik op dat moment geen video's kan maken. Maar ja, de kosmos zal daar ook wel even een bedoeling mee hebben. En ja, dan word ik verplicht even teruggezet natuurlijk. Om even de ruststand te gaan. En ik heb heel eventjes astrologisch ook gekeken. Want op dit moment lopen Mars en Venus in het zevende huis. En het zevende huis gaat over relaties. Relaties met jezelf, relaties met anderen. Dat kan geliefde zijn, maar dat kan zakelijk zijn. Dat is ook het huis van verborgen vijanden. En dat is wel ja, heel bijzonder eigenlijk om daar eens eventjes op die energie te gaan kijken. En dat is ongeveer voor komende week. En laten we daar gewoon ons eens eventjes op gaan richten. En ik wil iedereen sowieso ook bedanken voor al die lieve, leuke, openhartige feedback. Al die duim omhoog. Blijf dat doen. Hartstikke leuk. En ik ga gewoon lekker de kaarten leggen. Kijken wat er naar voren mag komen op het thema liefde, relaties. Maar ook de relatie met jezelf natuurlijk. Hè? Dus alles wat met verbindingen eigenlijk te maken heeft. En ik start gewoon met mijn vertrouwde kaarten vanuit de herstelde orde. Dus die gaan we als eerste eventjes bekijken. Ik ben ontzettend benieuwd natuurlijk welke energie naar voren mag komen. En ik ga gewoon lekker het Keltisch kruis leggen. Zo, en ik heb deze zomer een hele leuke aanbieding. Er is heel enthousiast op gereageerd. Ik heb namelijk de Online Academy, waar je Lenneman Level 1 sowieso kunt leren in ruim 20 video's, stap voor stap. Iedereen is super enthousiast. En daar zit eventueel de mogelijkheid bij om een examen te doen met een certificaat. Dat is een apart onderdeel. En de hele zomer voor mensen die niet op vakantie gaan of deze zomer gewoon iets extra's willen doen, heb ik dus het examen gratis gedaan. Dus dan koop je wel de cursus zelf, maar het examen helemaal gratis. Dus voor wie dat leuk vindt, level 2 is in de maak. Alleen ja, door de operatie duurt het allemaal wat langer. Maar dat komt ook allemaal goed, want ik ben al heel ver daarmee. Eens kijken wat wij hier hebben. Ik heb hier staven. En staven 3. We hebben de keizer. Zo moet ik het neerleggen natuurlijk. Bekers 5. Verleden loslaten. Nou, ik ben heel benieuwd. Dan hebben we hier de dame. Munten 2. Wauw. Angst voor het onbekende. Nou, dan pakken we natuurlijk ook uiteraard eventjes de Madame Lenneman bij. Ik heb net een nieuw pak opengebroken. Ik heb ze losgemaakt en we gaan eens even kijken. Want hier verslijt ik er wel een paar sets per jaar van. Maar ja, dit is ook mijn spirituele Google noem ik ze dan maar. De berichten die komen gaan. Dan hebben we daar de boom. Dan hebben we het huis, de beer, de uil, de vogels, de roede. Veel communicatie dus en manipulatie. Het schip, klaveren en de slang. Dus dat zijn de kaarten voor nu. Ik ga eens eventjes kijken. Ik zet die een klein beetje naar achter. Dan moet dat goed komen. Even mijn microfoontje. Ja, dat koordje hing over mijn arm heen. Eens kijken wat we hieruit kunnen gaan halen. En laten we dan ook even een liefdesromantiekkaart van Doreen erbij pakken.
kijken welke boodschap zij heeft op het gebied van Mars en Venus. Mannelijk, vrouwelijk, hè, in het huis van relaties in Leeuw. Leeuw gaat ook over passie, maar ook hoe zet jij jezelf neer. Hè, dat is Leeuw en zon horen bij elkaar. De zon gaat over ons ego en hoe manifesteren wij ons? Hoe zetten wij onszelf vanuit het ego neer? Want dat is ook belangrijk. Eens kijken, je zielsverwant en vergeven en leren. Ja, dit is je zielsverwant. En als je het verleden heelt en loslaat, zul je meer liefde kunnen ervaren in het hier en nu. Heel erg mooi. Dus die kaarten hebben wij. Ik ga ze even hier neerleggen. En dan wil ik daar direct eventjes een Gaia orakelkaart ook bij pakken. Nog één keertje. Gaan we eens even kijken. Ik ben ontzettend benieuwd. Godin van het scheppen. Transformatie, creativiteit en heel zijn. En juwelen van tranen. Waardering, nieuwe spirituele en emotionele verbondenheid. Zo, even deze opzij. Dus, dan hebben wij deze twee kaarten. Ik laat ze nog even wat beter in beeld voor jou zien. Dus, daar gaan wij het mee doen. Vergeven, leren, zielsverwant, juwelen van tranen en godin van het scheppen. Ontzettend mooie kaarten ook weer. Ja, dan hebben we hier de keizer. En de keizer laat eigenlijk zien dat je wat meer de leiding durft te pakken. Dat je wat meer, en dat vind ik wel heel mooi, maling hebt aan wat de omgeving of die ander van jou vindt. Kan natuurlijk ook zijn dat die ander daar zo in staat. En persoonlijke berichten die naar je toe komen. Communicatie ligt hier. Dan hebben we hier de ruiter Mercurius energie, uiteraard. En ja, dit gaat over persoonlijke berichten. Ontmoetingen, hè? Dus iemand die ineens verwacht of onverwacht ontmoet. WhatsAppjes, telefoontjes, in ieder geval communicatie is naar jou onderweg. Advies is eigenlijk, durf wat meer maling te hebben aan wat een ander eventueel van jou zou vinden. Dat is heel erg belangrijk. En niet in je angst omdat je bang bent om iets kwijt te raken. Het kan energie kosten, maar, want het is de chi, de levensenergie. Maar als we dan naar deze kaart kijken, zien we eigenlijk bekers 5. Maar in deze tarot zie je ook het witte gewaad. In de standaard tarot is het zwart. En hier is het wit. En dat betekent eigenlijk bescherming. En je ziet hier ook het rivierwater stromen. Hè? 3 bekers die omliggen. Iets dat het niet is. En daar ben je misschien nog wel naar aan het kijken. Maar ineens zal je je ook om gaan draaien om te kijken naar wat het wel is. En vooral naar wie jij bent in dit verhaal. Dat is heel erg belangrijk. En dan ga je ook veel meer in je eigen chi zitten. In je eigen levensenergie zitten. Er is een bepaalde waarheid naar boven gekomen. Vorig weekend hebben we ook te maken gehad weer met allerlei standen van planeten. En ook Pluto die weer even terugloopt. Saturnus is nog wat een en ander mee aan de hand. En dit is Jupiter-energie. Maar Jupiter gaat ook over visie. Toekomstvisie. Maar ook over waarheid en wijsheid. Huiselijke, emotionele veiligheid, heer des huizes. Voor een aantal kan het ook met een waterteken te maken hebben, een heer. Maar dat hoeft niet per se, want dit gaat ook over jouw emotionele veiligheid. En je veilig voelen. En ineens is er, of die komt er nog aan voor jou, want de timing is voor iedereen net even anders. Kom jij tot bepaalde inzichten of ben jij tot bepaalde inzichten gekomen? En dat heeft allemaal met dat innerlijke kind en die emotionele veiligheid te maken. En dat maakt ook dat jij de leiding durft te nemen, dat je de keizer durft te zijn. Neptunus energie, de gehangene, dingen vanuit een nieuw perspectief gaan leren bekijken, vanuit innerlijke kracht. Wat wel zo is, want je hebt hier natuurlijk wel met de waarheid te maken, maar hier hebben we wel, en ik laat hem even dichterbij zien, in dat sculptuur zie je nog een gezicht. Je kan met 2 gezichten te maken hebben, maar dat zegt de gehangene eigenlijk ook letterlijk. Hè? Dingen vanuit een nieuw perspectief bekijken. Dus je mag het van meerdere kanten, meerdere lagen gaan bekijken. Maar let daar wel op dat iemand anders niet jouw situatie verziekt. Of dat iemand echt dingen voor jou verborgen houdt. Want dit is Neptunus-energie en Neptunus gaat ook over illusies.
Dus dat is wel heel erg belangrijk. Dus neem dat gewoon mee. Maar die waarheid komt heel duidelijk naar voren. Ja, en wat ik daar direct bij voel en doorkrijg. Neptunus is natuurlijk ook het spirituele, het helder zien. En deze energie is natuurlijk waarheid. Dat komt als een bliksem binnen. Dus dat werkt samen. Dus durf naar jouw ingeving en je eigen intuïtie ook te luisteren. Dat is ontzettend belangrijk. Ik ben natuurlijk weer mijn koffieapparaat vergeten. Dus forgive me. Laten we eens even kijken naar wat jij in mag zien. Want je gaat wel kijken waar ga je naartoe, waar wil je naartoe. Eén heel belangrijk ding is dat jij je niet laat beïnvloeden door anderen. Gesprekken met anderen kan jou natuurlijk ook heel wijs advies meegeven. Maar belangrijk is macht, onmacht. Manipulatie, laat je daar niet mee in. Blijf bij jezelf en durf zelf ook jouw horizon te verbreden. Verder te kijken dan jouw neus lang is. Waar wil jij naartoe? Dat is wat die kaart eigenlijk aangeeft. En we gaan eens even verder kijken, want waar gaat het naartoe? Positief nieuws is naar jou onderweg. Gesprekken gaan plaatsvinden, dat zien we hier al en hier ook. En het zijn allebei geldkaarten. Dus geld gaat sowieso een rol spelen. Dat zien wij hier aan deze kaart ook liggen. Ook al voelt het nu nog als een bepaalde strijd. Kan zijn dat je wat strijd hebt met financiën en toch gaat het stromen voor jou. Maar alles wat je gaat zaaien, ga je ook laten groeien. Maar ook de gesprekken en de communicatie gaat door de communicatie en de gesprekken die je voert, gaat ook groei plaatsvinden. Dus dat is ook ontzettend mooi. En ik ben eens heel eventjes aan het kijken. Hier zien we ook communicatie op gang komen. Dat heeft met groei te maken, emotionele veiligheid, jezelf goed voelen. Hier overduidelijk inzien, hè, dat je niet laat manipuleren bij jezelf durft te blijven. Die keizer, heb er wat meer maling aan. Door die gesprekken gaat er groei plaatsvinden. En het kan echt zijn dat je ook nog met een derde persoon te maken hebt. Al zie ik geen derde persoon liggen die een situatie probeert te verzieken. Neem dat gewoon mee. Dat hoeft niet voor iedereen die dit kijkt letterlijk zo te gelden. Het kan ook van oude invloed zijn dat iemand nog zoveel dingen met zich meedraagt. Wat gewoon ook situaties kan verzieken. Er is een strijd, maar er is ook competitie. Dit is eigenlijk de vrijgezelle dame, de single dame. Maar we zien hier ook plotselinge winst. En toch zit daar strijd op. Hier heb ik ook het schip. En die staat ook voor beweging en financiën. Dus dat is wel heel mooi. En dan hebben we hier munten 2. Dus als ik al die kaarten bij elkaar combineer. Gesprekken die over geld gaan, plotselinge winsten. Dat kan letterlijk natuurlijk een erfenis zijn, maar ook een financieel voordeel of een enorme teruggave. Maar ja, wat ik hier zie is een enorme groei op geld ineens. Wat je gewoon niet verwacht, maar wel die strijd die je voelt. Maar eigenlijk geeft die strijdkaart natuurlijk ook aan dat je iets meester aan het worden bent. En dat zie jij ook, want deze kaarten laten eigenlijk zien hoe kijk jij naar deze situatie. Dus ja, dan gaan we eens even kijken wat dan van invloed is. Alles bij elkaar kost jou emotioneel wel veel energie om in balans te blijven. Wat ik nou zo leuk vind, je ziet hier die schepen, die vliegen al, of die koers alle kanten op door die wilde golven. He, die wilde golven staan natuurlijk voor jouw emotie. Maar dan zien we hier ook nog een keer het schip. Het schip staat ook voor geestelijk reizen. En het kan echt zijn dat je soms gewoon een klein beetje in de war raakt van wat gebeurt hier allemaal en wat speelt hier allemaal. Maar je bent ook aan het transformeren en dat zien we daar natuurlijk ook liggen. Maar hier ligt een waarschuwing, daar kom ik zo op terug. Maar het kost jou gewoon heel veel energie om in balans te blijven. En daarom starten we al met die keizer. Blijf bij jezelf, durf leiding te pakken. Ga zelf aan dat stuur staan. Hè? Dat is heel erg belangrijk. Maar het schip staat ook voor zaken die naar je toe komen op financieel vlak. En zeker met al die financiële kaarten. Dus dat is heel positief. Ja, en dan wil jij heel graag je geluk. Je wil je weer voelen zoals toen. En dat kan echt met een soul mee te maken hebben. We hebben hier natuurlijk ook een zielsverwant. Ja, dat is je zielsverwant.
hè, en een nieuwe spirituele verbondenheid. Dat is wat je heel graag wil, maar je vindt het ook heel erg eng. En dat laat die kaart ook zien. Maar over die angst ga je heen stappen. Je wil je geluk. 2 is natuurlijk ook dualisme, maar ook 2 partijen. 6 is balans. En hier hebben we ook die 6. Dus we pakken 2 keer een 6. En dat heeft met nieuw balans te maken, nieuw geluk. Dat wil je graag. En toch is er nog angst uit het verleden dat het dit misschien weer niet is. Of toch weer is zoals de vorige keer. Dat zien we hier ook liggen, hè. Beker 7, luchtkastelen. Je weet niet wat hier onder dat doek zit. En hier ligt de slang, maar in deze beker zit ook een slang. Dus je bent bang voor misleiding. Maar je zit eigenlijk in een transformatie. En als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat natuurlijk ook zo. Maar ik wil hier wel wat meer over weten. Want dit is het einddoel en je gaat straks eigenlijk blind keuzes maken. Maar ook weer niet. Want wat ik daar heel sterk bij voel door dit hele proces. Even deze ene kaart, ja, de onderste. Door dit hele proces, kijk eens even, nieuw begin. Dit hele proces ga je dus doorlopen, waardoor je eigenlijk vanuit je intuïtie keuzes durft te maken door dit hele proces. Dat gaat jou een nieuw zelfvertrouwen geven, en nieuwe inzichten geven. Komt ook een heel nieuw begin, maar je vindt het ontzettend eng. Kijk eens even, langetermijnbestemming. Ook weer 6, harte 6, 6, 6, allemaal nieuwe balans. De ster is dromen en wensen die uitkomen. Maar er zit gewoon angst op dat je de verkeerde keuze maakt. Maar kies met je hart en je intuïtie. Kijken wat. Ik ga ze niet opnieuw schudden, want ik heb die stapels zo weggelegd. De toren. Is eigenlijk een verborgen zegen. Dus oude dingen waar ook de waarheid mee te maken heeft, gaat afbreken. Het laatste oordeel. En dat betekent inderdaad die vernieuwing die op komst is. Dat toxische, het manipulatieve, al dat soort dingen wat daarmee te maken hebt, klinkt wat grof en hard. Dat ga je daadwerkelijk achter je laten. Kijk eens even. Je bent eigenlijk op de juiste weg. Je loopt volgens bestemming. Je loopt volgens universeel plan, zoals ik dat altijd tegen mijn eigen klanten ook zeg. Als ik dat zo zie. En er komt een rechtvaardigheid, waarheid, een hele nieuwe balans. Dat wat het niet was en wat het niet moest zijn, dat ga je ook achter je laten. Je gaat helemaal voor dat nieuwe begin. Uit je angst. En ik kan je niet uit je angst halen. Dat kan je alleen maar zelf doen. Maar dat gaat jou wel lukken. Dat voel ik heel duidelijk. En iedereen doet dat op zijn eigen tempo. Oké. Ik leg die maar gewoon hier overheen. Ik ga eens even kijken met de Power of Love. Wat hier voor aanvulling is. Dus laten we eens even kijken. Met de Power of Love. Kracht van de liefde. Verheffing. Je neemt het bewuste besluit om je vibratie van liefde te verhogen. Dat is ook echt het advies om dat te behalen. En wat heb ik dan voor tweede kaart? Individualiteit. Je zet je unieke stempel van liefde op alles wat je doet. Wauw. Echt supermooi. Laten we ook eens eventjes de Earth and Soul kaarten erbij pakken. Ik vind dat een hele... Het gaat wel diep en het kan best her en der wat stroef verlopen of grillig emotioneel. Maar eigenlijk voel ik dat je de laatste lagen aan het losmaken bent. Nou, deze pak ik er sowieso uit. The power is inside of you. En kijk eens even die beren. En wat laten die beren hier zien? Kom ik nog even op dit verhaal terug. Dingen vanuit een nieuw perspectief bekijken en je bewust worden van je eigen innerlijke kracht. Los van de waarschuwing 2 gezichten, want je gaat het vanuit nieuwe perspectieven bekijken. En je ziet hier ook die dame, hè, waar dat licht op schijnt met al die transformerende vlinders. Plus die 2 beren en dat is die innerlijke kracht. Dus daar mag je op bouwen en op vertrouwen. En de tweede kaart is... Je mag koorden doorsnijden. Nou, daar hebben we het hier ook heel duidelijk over gehad. Cut cords. En durf dat ook te doen. Ik leg ze even wat meer zo. Dan kan je nog even kijken waar het allemaal over ging ongeveer. Want de tafel ligt aardig vol zo. Koorden doorsnijden. Dat heeft vooral met dit stuk te maken. In dat vertrouwen stappen. Wat geweest is, is geweest. Dat neemt geen keer. Maar het heeft natuurlijk ook heel veel gebracht, mag ik tegen jou zeggen. Ik heb geen hartjes deze keer. Ik pak nog wel even een kleurkaart.
Dus ik ben ontzettend benieuwd welke kleuren jou in dit proces mogen gaan ondersteunen. Laten we eens even kijken. Zo, ik heb hier rood. Bevrijd jezelf van pijn. Nou, dat slaat echt allemaal nog op die stukken en op die transformatie. En zilver, wees standvastig. En deze keer pak ik er 3, omdat ik dat zo voel. Wees spontaan en heb plezier. Standvastig zijn, dat laat de keizer ook zien. Bevrijd jezelf van pijn. Dat zien we hier ook nog, maar die transformatie en het oude achter je laten. En dat vind je misschien eng. Er kan een bepaalde angst op zitten, maar dat stuk ken je. En dat stuk wat je kent, kan een bepaalde veiligheid geven. Maar is het nou daadwerkelijk veilig? En dat is de vraag die je dan ook aan jezelf kunt stellen. En wat wil jij echt? Wat voel jij en wat wil jij en wat gun jij jezelf? Dus dit is de energie voor komende week. Ik zou het ook hartstikke leuk vinden als je me even laat weten hoe je deze reading hebt ervaren. Je kunt natuurlijk ook altijd bij mij terecht voor een persoonlijk consult in de praktijk of een telefonisch consult. Of een videoconsult. Check eventjes alle linkjes hieronder. Je bent ook altijd van harte welkom op www.puurmedium.nl voor een direct telefonisch consult. Heb je nou zoiets, ja, ik wil echt met kaarten aan de slag. De hele zomer heb ik die aanbieding dat je ook nog eens gratis je certificaat mag halen. Dan neem ik je stap voor stap mee in de Lenneman Level 1. En het is ondertussen een hele leuke groep. Ook op Facebook heb ik nog een besloten groep. Daar hebben we maandelijks een Q&A. Daar kun je ook al je vragen nog stellen. Dan kun je met medestudenten eventueel ook oefenen en uitwisselen met gelijkgestemden. Dus ik ga gewoon alle linkjes en info hieronder plaatsen. Laat me even weten hoe je de reading hebt ervaren. Deel eens vermenigvuldigen. En ik zou zeggen, tot de volgende. Doei doei! Ik heb hier de kaart de toren. En de toren kan staan voor de Belastingdienst, voor een gemeente, voor het UWV, voor een rechtbank of allerlei andere instanties. Maar wist jij dat de toren voor onder andere ook school kan staan als je deze combinatie hebt te pakken? Dit duidt er namelijk op dat je bezig kunt zijn met een opleiding of een opleiding wil gaan doen. Ja, en wil je dan ook nog weten of er succes bij gaat komen? En denk je nou, hoe dan en wat is dit? Dit kan ik jou allemaal leren op de Online Academy van Mireille Weet Meer. In level 1 leer ik jou stap voor stap alle kaarten kennen. Ik leer je duiden en ook op deze manier blijft voor jou geen geheim meer. Je kunt alle geheimen met hele simpele uitleg gaan leren onthullen op de Online Academy van Mireille Weet Meer.